Op een moment belde Roeselaar mij. Dat was toen met nieuwe Brazilianen die eigenlijk aan het roer staan. En ja, ik ben dan op gesprek geweest en ja, die toonde zich heel ambitieus. Heel goed gesprek gehad en ja, dacht waarom niet. Ploeg waar ik me sowieso wel goed ga voelen. Ik ken er ook een paar jongens. En... De trainer wil toch uit een vorm van pressing spelen en wil toch wel graag voetbal spelen, niet enkel lange bal of zo. En met een nodige agressiviteit en al, zoals met de goede mentaliteit, zoals je wel IJslanders kent ook. Ik denk een heel rustige man ook, die wel echt voetbal kent. Ik ben eigenlijk gehaald als aanvaller, als spits die voor doelpunten moet zorgen eigenlijk. De laatste wedstrijd stond ik dan wel op de flank, dus de trainer ziet mij ook daar. Ik wil gewoon mijn steentje bijdragen aan de ploeg en doelpunt scoren, assist geven en we zien wel. Ik wil natuurlijk goed spelen. Ja, niet gewoon ertussen lopen, snap je? Ja, ik ben ambitieus en ik wil wel graag iets tonen en doelpunt scoren. Het niveau met de jaren heen gaat alleen maar hoger en hoger. En, je kunt het totaal niet vergelijken met vroeger tweede klasse, denk ik. Zeg, elke ploeg heeft de ambitie om wel over te gaan. Als je die ambitie niet hebt, dan bengel je een beetje van onder en dan wordt het denk ik moeilijk. Dus je ziet ook wel welke budgetten sommige clubs hebben in 1B. Dat is denk ik hoger dan sommige in 1A. Dus heel sterke competitie sowieso. Ik heb wel een achterstand op de rest, vind ik, omdat ik voorbereiding gemist heb sowieso. Maar het is nu aan mij om hard te werken en zo snel mogelijk dat niveau terug op te krikken. En dat zal gaan door wedstrijd te spelen. En het zal wel elke week beter en beter worden. Ik heb altijd hard gewerkt en als het zo moet zijn, dan moet het zo zijn. Dus ik vind het lot. Ik ben nu nog 28 en ik denk dat ik nog veel kan tonen in mijn carrière. Dus ja, ik ben zeker nog hongerig voor meer. Dus.